Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor jullie. De winkels zijn weer open, we kunnen weer wat meer, dus het was weer tijd om een rondje Action te doen. En in deze video ga ik je dus laten zien wat ik deze keer allemaal bij de Action heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zal zoals altijd de prijs gewoon in beeld neerzetten. Het is ergens ook wel grappig. Ik ging voor een toiletborstel ook naar de Action toe en die heb ik dus niet kunnen vinden. Ik heb nu een toiletborstel in zo'n houder en ik had eigenlijk gehoopt dat ik er weer zo eentje terug kon kopen. Die hadden ze al niet. Ze hadden alleen losse wc-borstels liggen en die borstel die kon ik dus niet draaien in het handvat van mijn huidige houder. Dus dat is niet gelukt, dus die moet ik ergens anders nog een keer vandaan halen. Maar dan kun je zien hoe wisselend het assortiment is. Nou, ik ga even beginnen met een pyjama broek die ik heb meegenomen. Deze heb je al wel vaker in shoplogs van mij voorbij zien komen. Ik ben dol op deze pyjama broeken. Met deze erbij heb ik er nu 4 en ik vind ze echt geweldig. Ik heb er nu eentje roze met witte sterretjes erop. Ik heb deze in een maatje S. Ik vind niks lekkerder dan na het douchen zo'n broek aan te trekken en dan lekker op de bank te hangen. Hij is compleet van katoen, dus dat is wel heel erg fijn. En ja, ik vind deze heel erg fijn, dus die is allereerst ook weer meegegaan. Dan heb ik ook weer een sportstopje meegenomen en deze is van het merk Australian. Ik heb hier al een grijze variant van en die is echt heel erg fijn. En ik zag dus nu ook dat ze zwarte hadden. Ik heb hem in een maatje SM genomen en deze zitten ook lekker lang. En ik vind deze heel erg fijn om te dragen tijdens het sporten. En deze heeft ook geen cups, want sommige sport-BH's bij de Action die hebben ook cups. En op zich is dat wel fijn, maar ik merk ook heel vaak dat die cups een beetje gaan verschuiven. Dus dat is niet ideaal, maar deze is gewoon heel basic en die zit heel erg lekker. Dus nu een zwarte variant. En daarbij heb ik dan ook weer een sportbroek van Australian. Ik heb deze ook al in het grijs. Deze heeft wel iets ander materiaal, heb ik gemerkt. Kijk, hij heeft ook bij de benen is een beetje doorzichtig. Maar deze die zag er ook wel heel fijn uit. Ik heb deze ook in een maatje S gekocht. En ik vind deze echt gewoon ja, heel erg fijn zitten. Die grijze gebruik ik heel veel. Dus ik dacht, nou, dan heb ik nu een zwarte erbij. Dat vind ik toch wel heel erg fijn. Dus ja, ook wel weer heel erg blij mee. Dan heb ik 2 lange broeken tegen elkaar. Dan heb ik deze mand gekocht en deze valt onder papiermand. En ik wil deze gaan gebruiken om mijn inpakpapier in te doen. Ik heb best wel wat rollen inpakpapier staan. Ik vind het fijn als het allemaal netjes bij elkaar zit. Dus ik dacht, als ik dit nou in zo'n mand stop. Je had ook de gewone prullenbakken, daar heb ik er al eentje van. Toen zag ik ook deze staan en deze vond ik er op zich ook wel interessant uitzien. Dus ik dacht, nou, dan ga ik deze eens meenemen. En die ga ik dan lekker vullen met mijn inpakpapier rollen. Dan heb ik de stofzuigerzakken meegenomen. In mijn vorige shoplog van de Action had je kunnen zien dat ik de verkeerde heb meegenomen. En ik heb nu de goede weer gekocht. De Miele 5 keer, die vind ik zelf heel fijn. Maar ze zijn wel wat sneller vol. Dus dan heb ik er gewoon weer eventjes een aantal op voorraad. Want dat vind ik toch wel belangrijk om in huis te hebben. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dan kwam ik een precision knife tegen. En hiermee kun je dus dingetjes uitsnijden. Je hebt verschillende mesjes erbij zitten. Waardoor je dus dingen kunt uitsnijden op papier en dat soort dingetjes. Zit ook een magneetje in, zie ik. Op de achterkant staat ook helemaal hoe je hem in elkaar kunt zetten. En ja, het is van craft en design. En ja, het is gewoon handig om ook papier bijvoorbeeld mee uit te snijden. Want dan kun je het net wat preciezer doen zonder als met een schaar. Dus dat is die. Dan heb ik een paar van die kleine pakjes Twin Markers meegenomen. Dit zijn de kleine en deze zijn op alcoholbasis. Met een brush en een fijne. Want ik was hier wel
benieuwd naar of dat ook fijn zal werken. Ik heb ze eigenlijk voornamelijk op waterbasis. Maar deze zijn dus op alcohol. Dus ze zullen wel misschien iets sneller doordrukken. Maar ik vind deze stiften wel heel erg fijn. Dus ik heb de groene variant. De roze variant. En de paarse variant. En een beetje de gelige. En nog de grijze. Dus wel heel erg leuk. En hier zitten dan ook wat blauwe tinten in, zo te zien. Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar om die te gaan proberen. Dan heb ik een setje met doodling pennetjes meegenomen om wat preciezer te tekenen. Hier zitten ook twee potloodjes bij en dus vier pennen. En hiermee kun je dus weer... er zitten vier fijnlijners in, een potlood en een blending stump. Dus er zitten volgens mij ook nog blaadjes bij. Dus hier kun je dan eventjes weer wat creativiteit mee doen. Dan heb ik zo'n setje met gekleurd papier, want ik gebruik deze altijd in mijn bullet journal. En ik vind het fijn om hier mijn verhalen op te schrijven. Die van mij die waren er al wel weer zo goed als doorheen. Dus ik heb nu weer even een setje meegenomen. Dit zijn de lichte kleuren. Ze hadden alleen lichte kleuren, maar dat vind ik helemaal niet erg. Dan kwam ik ook deze rotary cutter tegen. En dit is een apparaatje waarmee je dus heel makkelijk ook rondjes kunt snijden. Je kunt hier eigenlijk ook textiel, leerpapier of karton mee snijden. En ik wil nog wel eens een rondje maken. Alleen heel vaak merk ik dat ik dat gewoon niet rond kan uitknippen. Dus ik vond het wel handig om dat eens te proberen. En deze waren ook nieuw. Deze is ook van Craft & Design. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Dan heb ik een stickerpad gevonden. En dat is deze. En hier zit holografisch papier in. Dit is dus heel erg handig, want je kunt eigenlijk, omdat hier dus aan de achterkant een stickerlaag zit, kun je dat, dus je figuurtje kun je dan heel makkelijk opplakken. Dus er zit echt van, dit soort kleurtjes in. Je hebt hier roze, groen, geel. Dat is echt wel heel erg leuk, waardoor je dus ook weer wat makkelijker dingetjes kunt opplakken. Dan heb ik hier een aantal papierblokjes en ik heb het idee dat er hier onderin ergens nog eentje zit, maar die kom ik dan nog wel tegen. Misschien waren dit ze. Dat zijn de paperblocks met holografische glitters en folies. Ik heb allereerst deze. Er zitten 24 pelletjes in. En er zitten dan dit soort designtjes in. Hier heb je een glittertje. Dit is dan een beetje holografisch. Je ziet eigenlijk op de voorkant al een beetje... wat erin zit. Dus dat is eigenlijk al wel heel erg handig. Dan heb ik hem ook met deze kleurtjes. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Zeg maar. Ook wel hele leuke dingetjes zitten erin. En dan heb ik hem nog in deze variant. En er zit hem ook weer glitter. Kijk, een holografische. Heel erg mooi. En een bedrukte met vlindertjes. En deze die vind ik ook heel mooi. Dan heb ik nog een setje met metallic aquarelverf. En hiermee kun je dus heel erg mooi verven. Ik had deze al voorbij zien komen. Die vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Het is metallic verf en aquarelkleuren. Er zit ook zeg maar zo'n... er zit een gummetje bij, een kwastje, een potlood. Er zit zelfs hier een sponsje bij. En ook zo'n pennetje waarmee je dus de verf mooi kunt waterbrush. Waardoor je heel mooi mee kunt verven, moet ik zeggen. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En dan heb ik nog een setje met een schrijfsetje voor zwarte bullet journal. Want ik heb zelf een zwarte bullet journal. Dat is soms wel moeilijk om daar wat kleur op te krijgen. En hiermee heb je dus gelpennen voor zwart papier. Maar je hebt ook een aantal metallic markers. En dat zijn deze. Er zit ook een witte kleur bij. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk.
Dan heb ik eventjes Robijn wasmiddel gekocht voor de zwarte was, want die had ik bijna niet meer. Dus ik heb nu de laatste aangebroken, dus dan heb ik er nu weer eentje staan. Dan kan ik in ieder geval blijven wassen en die vind ik bij de Action altijd het goedkoopst. Deze is trouwens maar voor 15 wasbeurten, dus ja, eigenlijk gewoon dikke prima. En ik vind zelf altijd wel fijn om ook echt speciale wasmiddel te hebben voor zwarte was. Dan moest ik conditioner hebben en ik schrok heel erg toen ik bij de drogist kwam. Ik heb altijd André Lon en ik kwam daar en ik schrok zo erg van de prijzen die zo omhoog waren gegaan dat ik dacht ik ga het gewoon niet doen. Toen kwam ik bij de Action en toen kwam ik deze tegen voor een veel goedkopere prijs. Je hebt hem inmiddels in beeld zien staan. Ik heb nu de Keratin Repair meegenomen. Ja, je hebt dan niet zo heel veel keuze hoor bij de Action, maar goed, het maakt hem ook niet zo heel veel uit, want ik was gewoon niet... Ik was eigenlijk niet bereid om €5,80 voor een flesje neer te leggen. Dus ik heb daar twee van meegenomen. Dan heb ik voorlopig weer eventjes voldoende. Dan zag ik bij de make-up afdeling weer de poeders. En ze hebben nieuwe poeders uitgebracht. Ik heb hier al eens eerder een video over gemaakt, over de voorgangers. Maar ze hebben dus nu eentje met Cherrylicious. Ik vind deze poeders heel fijn, want je kunt hier heel fijn mee baken. Het zijn scented setting powders en ja, ik was van die andere heel erg onder de indruk. Toen ik het nieuwe zag, dacht ik, die wil ik ook graag proberen. Ik heb ook de Banana Blast, dus daar ben ik ook al heel erg benieuwd van. Nou, en deze hebben ook een hele lekkere geur vaak. Die andere roken heel lekker, dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een maskertje. En dit is een oogmasker met gel beads. En je kunt deze zowel koud als warm gebruiken. Je kunt hem dus in de magnetron doen. En als je hem koel wil gebruiken, even in de vriezer leggen. Is eigenlijk heel geschikt voor gezwollen, vermoeide en droge ogen. En het zou ook nog donkere kringen en wallen onder de ogen verwijderen. En het bevordert de slaap. Ik weet dus niet, ja, je zou deze dus ook meer in je slaap kunnen opdoen. Ik slaap altijd met een slaapmasker, maar ik weet niet of dit nou heel comfortabel is met slapen. Maar ook wel eens proberen. En hij heeft een leuke vorm van een beertje, dus ik was wel benieuwd. Ik dacht, het ziet er wel fijn uit. Ik heb daar nog wel eens last van. En ik vond het wel handig, want ik heb er nu eentje die kun je wel koud gebruiken, maar ik heb er nog geen eentje die je warm kan gebruiken. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Ook hoe die eruit komt als je hem in de magnetron doet. Want er staat dus niet bij op hoeveel graden die mag. Staat wel bij, je moet hem niet laten oververhitten. Ja, dat snap ik ook wel. Oh, er zit nog een gebruikershandleiding bij als ik het zo moet geloven wat achterop staat. Maar goed, we gaan het zien. Dan heb ik van Fat Factory een Brow Bikini Ready. Het is een drie kleuren met wenkbrauwpoeder en twee kleuren met highlight. Het is een eyebrow kitje. Die was nieuw. Is trouwens ook compleet vegan. En zag er wel leuk uit. Ik ben er wel benieuwd naar. Ik ben heel erg fan van het merk van Fab Factory. Dus ja, ik ben erg benieuwd. Brow Queen staat er ook op. En ik heb dus ook een setje met een highlight paletten. En hier zitten dus drie kleurtjes highlighter in. Dus dat vond ik ook wel leuk. XOXO staat erop. Ik krijg gelijk weer van die vibes van Gossip Girl. Er zitten ook hele leuke patroontjes in, een soort hartjes. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. En als laatste kwam ik dit oogschaduwpaletje tegen. Just Say Cheese. Het is een camera. Kijk, ziet er heel leuk uit. En hier zitten dus 9 kleuren oogschaduw in. En die zien er dan zo uit. Er zit ook een spiegel. Oh, kijk hoe gaaf. Record, je camera. Er staat echt auto op. Maar er staat ook echt bij hoeveel camera je nog hebt. Heel erg leuk. En dat dan in de spiegel. En dan heb je hier dus de 9 kleuren. Er staan ook de namen bij. Ze hebben ook leuke namen trouwens. Ik zie hier bijvoorbeeld al staan Picture Perfect. Take a Pose. Say Cheese. Mirror Mirror. Nou, hartstikke leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar. Ik vond hem hier wel hartstikke leuk uitzien. Dus die heb ik ook nog gekocht. Nou, dan waren dit alle producten die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben benieuwd of je zelf ook alweer bij de Action bent geweest sinds het weer kan. Ik vond het in ieder geval wel heel fijn om er weer een keer te komen. Ja, het was wel weer even leuk om rond te kijken.
Mocht je nou van een product nog een extra video willen zien, mag je het altijd laten weten. Misschien iets van de make-up of misschien iets van het creatieve gedeelte. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met deze spulletjes en ik ga ze lekker opruimen en dan kan ik ook lekker mee aan de gang gaan. Ja, ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond om te zien. Ik ben ook wel benieuwd wat je het leukste product vond wat ik dit keer heb gekocht. Of misschien zat er helemaal niks bij wat je leuk vond. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op dat rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door op die rode button te drukken. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!